De basisgoederen die belastingvrij moeten zijn binnen de wet belasting toegevoegde waarde, BTW, worden nog gerangschikt, zei de directeur der belastingen Ismaël Kalaykan vandaag op een persconferentie van het ministerie van Financiën en Planning. Begin augustus werd de BTW-wet aangenomen in het hoogste college van staat en moet op 1 januari 2023 ingaan. Er komt een speciale aandacht voor de basisgoederen, zegt Kalaykan. De basisgoederen, we hebben een aantal, in de omzetbelasting hebben we een aantal goederen, ik dacht 52, die zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting. Maar daarnaast hebben we ook een lijst met basisgoederen. En dan die lijst die zijn we nu even goed aan het kijken en afwegen. Moet dat nou wel een vrijstelling zijn of niet? Let wel, als er iets is vrijgesteld, betekent niet per definitie dat het goedkoper gaat worden. Want als je vrijstelling hebt in de BTW, dan heb je geen recht op vooraftrek. Dus aftrek van je voorbelasting. Dus dat gaat dan kostenverhogend werken. Dus we kijken heel serieus ernaar, omdat je uiteindelijk niet wil hebben dat voor bepaalde goederen een extra last bijkomt. Het gaat volgens de directeur om 52 goederen die nog niet allemaal belastingvrij zijn. Bij het vaststellen van deze lijst moeten er vele zaken in acht genomen worden, zoals de mate waarin de samenleving het product nog gebruikt. We praten over lucifer, sardien, petroleum. Nou, ik weet niet of mensen nu al nog petroleum gebruiken, maar dat soort dingen. Dus dingen. Die goederen die men vroeger heel erg belangrijk vond. Dat is die lijst ongeveer. Maar daar kijken we dus nu weer naar. Want je moet je afvragen, moet je het wel of niet vrijstellen? En wordt het nog gebruikt, überhaupt? De BTW voor importen zal lopen per 1 januari 2023, terwijl voor de niet-importproducten zal gelden vanaf 15 februari.